Dit is Forum, het politieke discussieprogramma van Omroep Flevoland. Ina Adema is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Lelystad. Wat raakt haar huidige gemeente Veghel kwijt met haar vertrek en wat wordt Lelystad er rijker van? Daarover gaat Forum met Richard Schuurman. Goedenavond. Ina Adema zelf vindt het nog wat te vroeg om al uitgebreid te praten over haar voordracht, waarover de gemeenteraad van Lelystad vorige week dinsdag de knoop doorhakte. Daarom vanavond in Forum een gesprek over haar. In de studio hier in Lelystad twee Lelystadse raadsleden die niet in de vertrouwenscommissie zaten en dus zonder last of ruggespraak kunnen praten. Marianne van der Watering van de fractie Leuk, goedenavond. Ja, dank u wel voor de uitnodiging. En Jack Schone van LVA Lelystad. Goedenavond. En we hebben de afdeling Veghel aan de lijn. In dit geval telefonisch natuurlijk. Twee fractievoorzitters van de gemeente waar Adema sinds 2009 burgemeester is geweest. Eens even kijken of iedereen hangt. Theo Rijmakers van het CDA, collegepartij. Goedenavond. Ik hang inderdaad hier aan deze kant van de lijn. Dus goedenavond. Ik ben beschikbaar voor de discussie met jullie. Oké, en als dat goed is ook Harry Verrewegen aanwezig van de collegepartij Hart voor Veghel. Dat klopt. Ik zit heel rustig. Ik hang niet, maar ik kan jullie goed verstaan. Prima. En u bent de Nestor van de Raad, heb ik mij laten vertellen. Ik ben de Nestor van de Raad en dat betekent alleen niet mijn leeftijd, maar gewoon het feit dat ik langzittend raadslid in Veghel ben. Ja, en even voor de duidelijkheid, Hart voor Veghel, dat is niet een lokale partij, hoewel met heel veel Hart voor Veghel ongetwijfeld, maar een combinatie van GroenLinks, D66 en Partij van de Arbeid. Dat klopt, ja. Oké. Eerst even de vraag aan de Lelystadse gasten. Ja, toen die vertrouwenscommissie vorige week dinsdag vanaf een uur of 6:30 achter gesloten deuren met u in gesprek ging als raadslid. U mag daar eigenlijk niks over vertellen. Maar toen viel er natuurlijk de naam Ina Adema. Had u ooit van haar gehoord op dat moment? Ik niet in ieder geval. Nee, ik had er niet gehoord van haar. Jack Schoon, u zei helemaal niets? Nee, helemaal niets. En wat heeft u van haar uitgezocht? Nou, we hebben gegoogeld, gekeken op internet, gekeken op Facebook en natuurlijk ook op Twitter met al haar dingen die ze doet. Zeer plezierig. Ja. Kende u haar, Marianne van Watering? Nee, nog nooit van gehoord voor die tijd. Ook niet in het circuit van de VNG waar zij actief is, de Vereniging Nederlandse Gemeenten? Nee, ook niet. Helemaal niet. Ja, even een korte schets dan. Ina Adema, ze wordt eind volgende week 48 op 3 juni. Geboren in Amsterdam, opgegroeid in Amstelveen, Scherpenzeel en Dronrijp in Friesland. Studeerde rechten in Groningen. Was bedrijfsjurist in Deventer op het gebied van fusies en overnames. En ging toen in 1999 de politiek in voor de VVD in de gemeenteraad van Deventer. En daar werd zij 3 jaar later wethouder. Nou, sinds 2009 dus burgemeester van Veghel. Vanuit Veghel hoorden wij vorige week al lovende woorden over Ina Adema. Klopt dat? Laat ik maar even vragen aan Harry Verwegen. Nou, dat klopt. Wij vinden het ontzettend jammer dat ze gaat vertrekken. Dat hebben we ook meteen op dezelfde avond gecommuniceerd met elkaar. We kregen een berichtje via de apps en via de telefoon en dergelijke. En de reacties van de fractievoorzitters waren eigenlijk unaniem. Bedroevend nieuws voor ons, voor Veghel. Maar ja, we gunnen haar natuurlijk deze stap in de carrière. Dus we hebben haar ook gefeliciteerd. Maar de bedroefdheid voerde de boventoon eigenlijk. En dat geldt ook voor het CDA van Theo Rijmakers? Jazeker, Harry. Mijn collega Harry die verwoordt dat perfect. We hebben dat onderstreept met een hele dikke bos bloemen. Om haar in ieder geval te feliciteren daarmee. En het is inderdaad, wij hebben haar ervaren als een bijzonder prettig mens. En wat, zeker als een Noordelinge die dan in het wat andere zuidelijk Brabant terechtkomt, heeft zij natuurlijk met enige aanpassing in het begin ontzettend gemanifesteerd als eentje van één, als zij was één van ons. En dat, vandaar dat Harry hier terecht zegt, we gaan ze missen. Dat moet je wel wat doen in Brabant om één van ons te worden, hè, zou je zeggen. Of valt dat mee? Ja, dat zeggen Noordelingen altijd. En omgekeerd noemen wij dat dan ook. Dat valt wel mee overigens. Alleen haar stijl, maar daar komen we nog wel op terug, denk ik, in dit gesprek. Haar manier van werken was in het begin vooral wat stroef, wat strak. En zij is wat dat betreft toch wel een Brabantse geworden. Wat losser, wat makkelijker, wat toegankelijker. En dat is ook wat wij als fractievoorzitters meteen eigenlijk unaniem aan haar kenbaar hebben gemaakt. Haar benaderbaarheid voor ons als raadsleden, maar ook zeker voor de Veghelse bevolking, die is opvallend gegroeid in al die jaren. En is dat puur aan haar karakter, aan haar manier van doen, omgang met mensen toe te schrijven? Of ziet u bepaalde kwaliteiten in haar waardoor zij zo goed uit de verf komt? Ja, het is echt haar kwaliteit. Zij is een als buitenstaanders haar voor het eerst in de vergadering meemaken, nu nog steeds,
dan is ze heel formeel, dan is ze heel strikt, dan is ze is ontzettend goed in staat om ook moeilijke bijeenkomsten heel goed en strak te leiden. Maar ze heeft een ontzettend goed gevoel in als er wat losgelaten kan worden in het belang van de bijeenkomst en in de besluitvorming, dan is dat een van haar, wat vinden wij tenminste, een van haar krachtige dingen. Ja, Harry Verwegen, ze wordt omschreven als daadkrachtig. Waar heeft u dat vooral gezien? Nou, als we naar de fusie gaan kijken waar wij naartoe gaan als Veghel, dan zie je die daadkracht. Zij merkt al heel vroeg van, nou, met 37.000 inwoners, wat Veghel heeft, ben je te klein om alles wat de overheid van je gaat vragen om de toekomst gewoon op een goede manier te verzorgen. En zij is verder gaan kijken, in eerste instantie naar de gemeente waar we al vaak mee samenwerkten. Dat boterde niet allemaal heel lekker. En ze zei, waarom zouden we niet de andere kant uit gaan kijken? En we zijn eigenlijk naar die historische banden gaan kijken met Schijndel en Rooi. En als eerste zijn de colleges met elkaar gaan praten. En heel gemakkelijk ging dat ook, dat de fractievoorzitters betrokken gingen worden. En vrij snel zag je van, nou jongens, als we dan die richting uit willen, dan moeten we ook niet blijven treuzelen en om de pot heen draaien. Maar dan moeten we gewoon ook laten merken dat we dat willen. Dus wij hebben ik denk 3 jaar geleden, net voor de verkiezingen van 2014, hebben we een besluit genomen. Zijn we toenadering gaan zoeken. En zij is daar zeker de spil in geweest. En zeer actief daarmee bezig geweest om te zorgen dat we die keuze konden gaan maken en dat we die keuze gemaakt hebben. Ja. Dus daadkracht is daar zeker uit te destilleren, ja. Nee, even terug naar de studio in Lelystad. Jack Schone, Marianne van der Watering. Een toptalent. We krijgen een topburgemeester in Lelystad. Ja, ik wilde het net zeggen. We halen een toppertje binnen. Ja. Ik vind het, voor ons is het natuurlijk een geweldige aanwinst. Hè? Verlies voor Veghel, maar voor Lelystad een geweldige aanwinst. We halen niet alleen iemand binnen die bestuurlijk goed te werk gaat, wat volgens mij ook heel goed past binnen het profiel wat wij zoeken, maar ook een prachtig mens. En je hoort het misschien nog een heel klein beetje bij mij. Ik kom zelf uit Brabant. Ik heb Brabantse roots. Dus ik herken ook wel het verhaal van, ja, je moet toch heel wat doen als Noorderling. Wil je daar één van ons worden? En dat zegt wel iets over hoe zij is als mens. Het doet mij heel erg deugd dat wij zo'n iemand kunnen binnenhalen als Lelystad, als een provinciehoofdstad. En volgens mij zoeken wij ook in Lelystad iemand, niet alleen die een goed voorzitter is van het college en een goed voorzitter is van de raad, maar ook iemand die er voor de burgers is. Hè? Als burgemeester heb je toch de belangrijkste ambassadeursrol voor een stad. En vooral voor de burgers is het heel belangrijk dat ze iemand hebben waar ze zich bij thuis voelen, die toegankelijk is, die er is als er wat speelt, of het nou klein of groot is. Ja, echt een moeder van het volk, in ieder geval voorzitter. Ja. En Jack Schone, wat u zo hoort uit Veghel? Ja, zeer positief. Zijn we heel blij mee. En ja, wij zeggen ook wel eens, we staan op het punt van het dorp om echt een stad te worden. Hè. De luchthaven komt erbij, Flevokust, nou noem alle grote dingen. Dus er zijn heel veel mooie uitdagingen. Ja, en dat is fantastisch natuurlijk als je iemand hebt met zo'n netwerk wat zij heeft. Ja. Maar Harry Verwegen en Theo Rijmakers, ja, zij was natuurlijk in Veghel net burgemeester. Het is haar eerste gemeente waar ze burgemeester was. Heeft ze dat met vallen en opstaan moeten doen? Nou, dat ging eigenlijk vrij simpel vanaf het begin. Ze is heel snel in Veghel komen wonen. In eerste instantie in een huurhuis, omdat ze haar eigen huis niet kwijt kon. Maar dat wilde ze. Ze wilde tussen de mensen wonen. Ze wilde bij de bakker in Veghel de brood halen, bij de slager en dergelijke. En ze is heel snel geïntegreerd, zeg maar, bij de mensen. Ze had het probleem dat er een nieuw college zat. Hè. We Veghel hadden bestuurscrisis gehad. Maar dat gaf haar ook veel mogelijkheden om samen met die mensen die ook aan het zoeken waren, om verder te komen. En dat is eigenlijk in mijn ogen zonder problemen gegaan. Ik zat toen al in de raad en ik heb niet kunnen merken dat het heel moeilijk was voor haar om aan de slag te gaan. Niet als een groentje die de weg moet vinden. Nee, ze was direct thuis in het burgemeesterschap. Nou, in de burgemeesterschap, ze zat in ieder geval goed in de politiek. Ze was natuurlijk een aantal jaren wethouder geweest in Deventer, toch ook niet de kleinste plaats. Dus ze wist echt wel van de hoed aan de rand. En dat hebben wij van het begin af aan heel duidelijk kunnen merken. Ja. Zij is VVD'er. Voor Lelystad is dat een kleurwisseling. Want we hebben een eerste burgemeester gehad van D66 en daarna 2 van de PvdA. Natuurlijk, een burgemeester staat boven de partijen. Maar is haar VVD-kleur ergens zichtbaar?
Ik neem het nu over. Ja, we wisselen maar. Dat zou Harry wellicht goed vinden. Ja hoor. Theo Rijmaak is Celia. Bij regelmaat, dan merk je aan haar dat ze lopend gesprek, met name als we fractievoorzitters overleg hebben met elkaar, dat ze vergelijkingen maakt met zoals dat in de VVD gebeurt. Dat is wel leuk. Maar ze zal, niemand, laat ik het zo zeggen, ze laat het in de raad of in de commissies waar ze wel eens als gast is, laat ze er iets van merken. In de zin van dat haar besluitvorming of haar invloed daarop, op onze besluitvorming, ook maar enige VVD-achtergrond heeft. Maar ze zal het niet laten om te zeggen van, nou, wij bij de VVD zouden dat wel anders gedaan hebben, bij wijze van spreken. Dus dat is wel eentje die ze zal blijven handhaven. Maar goed, dat is daar natuurlijk niet kwalijk te nemen. In een ouder interview, toen ze nog in Deventer zat, dus voor de Vegelse tijd, zei ze dat ze die VVD het zelf doen, maar mensen moeten zelf hun zaken regelen, dat dat erg belangrijk is, maar ze komt op voor de zwakkeren. Ah, dat doet ze ook. En dat merk je ook heel sterk. Het is verbazingwekkend hoe ze ons nog regelmatig verrast. Als wij via de media, een krant of wat dan ook, op maandag of dergelijke lezen waar ze in het weekend weer acte présence heeft gegeven. Dat is onvoorstelbaar. En met name als het gaat om de zwakkeren. Met name, we hebben hier en in deze regio weten we dat geen ander, een paar jaar geleden een ontzettend zwaar verkeersongeluk gehad met 4 dode, heel jonge mensen. Mm-hmm. En als je ziet hoe ze daarmee begaan is en hoe ze aanwezig is bij die gezinnen en bij die mensen, dat is hartverwarmend. En dat heeft dan volgens mij niks met politiek te maken, maar dat typeert haar ook als mens. Maar er zal vast iets zijn waarvan u zegt van, dat heeft ze misschien niet zo goed gedaan, of dat is een duister kantje aan haar karakter, of wat dan ook. Vertelt u eens, nou, u heeft wellicht de reactie al gelezen de afgelopen week. We moeten er een beetje naar zoeken, maar het zou raar zijn als er geen kant eraan zit waar wij hebben. Nou, ik noemde er net al eentje dat ze heel snel in een gesprek, of als we een punt hebben waar we toch wel een eitje te leggen hebben, gaat van, nou, wij zouden dat in Deventer zo hebben gedaan. Of, ik heb dat in het verleden ook wel eens meegemaakt, wij hebben dat toen en toen zo en zo opgelost. En dan een beetje het naar zichzelf toetrekt, zoals dat in het verleden zij een vergelijkbaar probleem heeft opgelost. Dus dat lijkt soms wat naar de verwaandheid toe te lopen, maar het irriteert niet, laat ik het zo uitdrukken. En daar bent u het mee eens, Harry Verwegen? Nou ja, ik vind het. Ik heb echt moeten zoeken naar. En ik hoor wat Theo zegt. Ik herken daar wel iets in, maar toch niet zodanig dat het inderdaad storend is. Het is wel eens dat ze terugreist ook. En dat kan je ook zien als van ze heeft een behoorlijke ervaring. En die ervaring wil ze met je delen. En daar kun je alleen je voordeel mee doen. En haar hele. Ja, ze staat echt boven de partijen. Haar VVD-mentaliteit blijkt hoogstens uit het feit dat ze zo liberaal in de gedachten is dat ze ook de anderen gunt om hun gedachten te hebben en die te verwoorden. Dus voor mij is het een ideale burgemeester geweest. Geweest is het nog steeds gelukkig voor ons. Nog een aantal tot september. Maanden. Ja, en de moeten er nog voordelen. Die heel goed gelaveerd heeft tussen de verschillende politieke belangen. En maar altijd met het oog voor de mensen van haar gemeente. En dat vind ik een hele knappe prestatie die ze geleverd heeft. Ina Adema wordt met 48 jaar de jongste burgemeester van Lelystad. Ik heb het even opgezocht. Hans Gruiters was in 1980 49 jaar toen hij burgemeester werd. Chris Leeuwen in 1996 53. En Margreet Horselenberg 55 jaar. Verwacht u dat een jonge burgemeester voor Lelystad een concrete verandering inhoudt? Jack Schoonen? Ja, ik verwacht het wel. Maar wij hopen dat ook. Als we kijken naar het functieprofiel wat we opgezet hebben... dan hopen we echt dat ze ons meeneemt in de energie van die leeftijd. Maar ook als je kijkt naar toch haar cv, dan zie je een stuk meerwaarde qua netwerk en al dat soort zaken. Dus ik hoop dat ze ons wel de stimulans mee kan geven en verfrissende dingen kan doen. En ik hoop van haar te leren natuurlijk als plaatsvervangend voorzitter. En maakt dat, ja, dat is natuurlijk nog praktischer, want u zit heel dicht bij het vuur dan. Maar maakt dat haar leeftijd, maakt dat het misschien de politiek en ook de kloof tussen politiek en jongeren wat makkelijker? Dat hoop ik wel, want je kan zien dat erg moeilijk is om die kloof. Hè. We praten allemaal over participatie. Nou, als je kijkt in het stadhuis zitten er nog steeds 5 dezelfde. Met de buitenraad zie je als het heel belangrijk en betrokken is, dan zie je heel veel mensen komen. Maar het is natuurlijk wel fijn als er ook nu jongeren bij betrokken worden bij de politiek. Dat zou heel fijn zijn. Wat zijn uw verwachtingen, Marjan van der Watering, als het gaat om haar leeftijd? Ze is net niet andere generatie dan Margreet Horselenberg, maar zit toch wel een stukje tussen, hè?
Ja, je bent zo oud zoals je je voelt, zeggen ze. Hè? Dus ik weet niet of haar leeftijd nou heel specifiek een belangrijke rol speelt. Zij was natuurlijk al een heel stuk jonger toen ze als burgemeester in Veghel begon. Ja, dat ga ik zo nog even vragen aan de heren daar. Wat je wel merkt is, we hebben natuurlijk ook even gegoogeld, hè, van wie is Ine Adema dan? Hè? Welke burgemeester halen we binnen? Wat voor persoon is hij? Nou, dan kom je al tegen dat ze in ieder geval al actief is op social media. Dat is al iets wat sowieso wat meer aansluiting zal kunnen vinden bij de wat jongere generatie. De twitterende burgemeester. De twitterende burgemeester. Dan zijn er wel meer burgemeesters die twitteren, maar ook zij twittert volop. Nou, dat is mooi. Dat is ook een manier om ook wat makkelijker contact met iemand te krijgen. En ook een beter beeld te krijgen van wat zijn iemands denkbeelden over iets. Ja, en of haar leeftijd nou echt heel erg het verschil zal maken. Ik denk dat het meer in zit in de persoon en hoe je dingen doet. Dan dat de leeftijd aan zich nou zo groot verschil zou maken. Of het nou iemand is van begin 40 of begin 50 of daartussenin. Ik weet niet of dat het grote verschil is, zijn. Ik ben er overigens wel blij mee dat we niet een burgemeester hebben die zijn laatste periode voor het pensioen gaat invullen. Ja. Hè? Dat je zeg maar de afsluiter bent. Ja, daar hebben we ook nog een vraag over. Eerst even terug naar Veghel, Harry Verwegen. Toen zij daar begon, was ze rond de 40, net 40, 41. Nog een stukje pieper. Wat heeft u gemerkt van de jonge leeftijd? Nou, wij hadden helemaal geen last van die jonge leeftijd. Want ik ben het helemaal met Marianne eens. Het gaat veel meer om de persoon dan om die leeftijd. En ik heb de ervaring niet gehad dat ik een hele piepjonge burgemeester ineens tegenover kreeg staan. Wel natuurlijk, ze is echt op de hoogte van wat de jeugd wil. En ze is zelf wat jonger, tenminste toen in ieder geval. Ze is actief op social media enzovoort. En dat de jeugd voor haar belangrijk is, dat heeft ze ook laten merken. Ze heeft bij ons het jeugdlintje geïnitieerd bijvoorbeeld. Wat inhoudt dat jongeren die nog geen recht hebben op een officieel lintje van de overheid, toch op de een of andere manier geëerd kunnen worden of bedankt kunnen worden voor een bijzondere prestatie die ze geleverd hebben. En nou, dat geeft ook aan dat zeker de jongere in haar ogen een belangrijke burger is in de gemeenschap. Ik zie het jeugdlintje ook een leestad aankomen. Al hebben we dat al in Almere onder leiding van Annemarie Jorritsma geïntroduceerd volgens mij enkele jaren terug. Moet een burgemeester anno 2016 aan andere eisen voldoen? Eigenlijk kan ik die vraag aan beide gemeenten stellen, zowel Veghel als Leestad. Zitten we nu in een tijdperk dat misschien Veghel ook zegt van ja, we willen graag een jonge burgemeester terug. U heeft natuurlijk ook nog te maken met die gemeentelijke fusie. Maar moet je een jonger iemand hebben? Ik denk een breed iemand. Als je kijkt naar hoe de maatschappij veranderd is de laatste 5 jaar. Ook qua sociale media, maar ook qua alle grenzen en alle andere problematieken. De dingen uit Den Haag die bij ons allemaal neer worden gelegd binnen een gemeenteraad. Denk ik dat je toch een ander profiel hebt dan een aantal jaren geleden qua burgemeester. En breed. En ik denk ook sturend en coaches kunnen zijn. Ook naar nieuwe wethouders. Om daar toch een stuk ervaring mee te geven. Mee te dragen. En ze de juiste richting op te sturen. Ja, Leestad College was vandaag trouwens op bezoek in Veghel. Dus die hebben al even kennis gemaakt met Ine Adema. Theo Rijmakers, waar ziet u eventueel de andere eisen voor een burgemeester in 2016? Ja, we hebben het net al even over gehad. De manier van communiceren, het gaat allemaal veel sneller door die sociale media, et cetera. Dat betekent ook dat de besluitvorming eigenlijk aangepast zou moeten worden. Maar we weten ook, en dat zal in Lelystad niet anders zijn, de betrokkenheid van de burgers met de politiek is een hele moeilijke. We hebben dat in Veghel ook. Op het moment dat je ze heel concreet benadert met concrete situatie waar de mensen aan hun lijve bij betrokken zijn, is dat geen probleem. Maar zeg maar de meer algemene zaak is het een hele lastige. We zien dat zelf ook in onze gemeente bij de voorbereidingen voor de fusie. We hebben, dat is natuurlijk een hele lastige. En dat vinden wij ook een van de jammere dingen dat we hier gaan verliezen. Omdat wij natuurlijk een hele slag de komende jaren moeten gaan doen in de integratie van 3 gemeentes met elkaar. Ja, Schijndel en Sint-Oedenrode gaan samen. Ja, dus dat is, wij vragen dan, en je zou bijna zeggen het is nog zo kort, en wij komen deze week pas voor het eerst bij elkaar om te kijken hoe we die burgemeesterloze fase tussen in september en in januari, wanneer we fuseren gaan oplossen. Dat is voor ons ook nog een klus, maar ik durf er bijna even op in te nemen dat het profiel wat de nieuwe raad van Meijerijstad, zoals we dadelijk gaan heten, die nieuwe raad, wat die voor een profiel gaan op tafel gaan leggen. En ik zou me niet verwonderen als die heel veel lijkt op dat wat Ine Adema ons gegeven heeft de afgelopen jaren. Dus een jonge, een betrokken, een snel besluitende burgemeester met die met name de kracht heeft om een
om een gemeenteraad tot een eenheid te brengen. Ja, en dat zijn de eigenschappen die ze bij ons tentoon heeft gespreid. Ja, ja, toch gaat ze weg uit Veghel en ze komt nu naar Lelystad. Maar als je haar carrièrebeeld volgt, dan is ze geen blijvertje. Wat u ook al aangaf, Marianne van der Watering. Rond 7 jaar en dan misschien zoekt ze weer wat anders. Is dat een onrustig gevoel voor Lelystad? Dat ze misschien over 1 jaar of 10 alweer ergens anders zit? Om daar nu al meteen vanuit te gaan dat ze weer heel snel weg zou zijn. Daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Ik denk dat we eerst maar een paar goede jaar moeten blijven. Ja, sowieso. En overigens is het in bepaalde organisaties sowieso niet vreemd dat je na 5 jaar een carrière-stap, een carrièrewissel ondergaat. Het zou wel fijn zijn als er een bepaalde continuïteit in zit. In principe is een benoeming ook voor 6 jaar. En of dat zij voor een tweede termijn wil gaan, dat is dan Op dat moment eerst haar keuze. Nou, Veghel zwaait haar uit. Wij danken de gasten uit Veghel. Theo Rijmakers en Harry Verwegen. Telefonisch aanwezig. En in de studio Jack Schone en Marianne van der Watering. Dit was alweer Forum voor deze maandag. Wij zijn er volgende week maandag weer.